Oh. Hallo kijkers van Shine's Prize, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. Het is weer tijd om te gaan winnen. En deze keer doet ook Sander mee, wat een feest. Hey. En het zit ook Sander als eerste. Ah, wat fijn. Tot zover hetgeen wat we uit willen leggen. Oh, hij moet wel even de options meteen veranderen. Ah joh, dat kunnen wij en Jordi en Vic ook doen. Maakt geen reet uit. Oké. Nou. Okay. Oh, lek. Ja. De bedoeling is, je moet over het bord heen lopen. Ja, trouwens, ik kan het beter niet uitleggen, want ik weet het zelf. Oh, nou, dan kan Jordi en mij maar het bord uitleggen, deze. Ja. Nou, ik zal er rechts gaan. Ik zal er rechts gaan. Maakt niet uit. Maakt niet uit nu, maar ik zal er rechts gaan. Jordi, zal ik het bord uitleggen of leg jij het uit? Ik leg dit bord wel uit. Ja, stop je daar, Sander? Ik was even aan het lezen, sorry. On everyone's profit... Ja, sure. Ik leg dat zo uit. Je hoeft niet te lezen, ik leg het uit. Gaat iets schrappen. Ja. Is dit anders dan een normale ster, of niet? Ja, dus het is iets anders. Je krijgt er volgens mij meer van, uiteindelijk. Ja, de rode ster is 20, de gele ster is 10. Dus je krijgt naar iets meer aan, maar momenteel heb je er niet wat aan. Nee. Je gaat niet veel bord doen? Oké, laat mij maar dan. Dan leg ik het zo meteen wel uit. Nou, ik kan het hele bord wel uitleggen, maar het is letterlijk, je hebt je warps, dat zijn die draaikolken. Dan kom je in het midden van het veld terecht met allerlei suits. Ja, daar zijn wel alle suits. Laten we eerst uitleggen wat je moet doen. Ja. Ik denk dat ik het makkelijkste kan uitleggen. Ik heb het met zoveel mensen nu gedaan, na verloop van tijd is het... Sander, nu al stop? What the fuck? Ja, maakt niet uit. Sander, je weet hoe Monopoly werkt? Ja. Dit is Monopoly, alleen je hebt aandelen. Dus je krijgt ook... In plaats van hotels en huizen koop je stocks. Ja. Simply. En de rest is wat standaard dingen. Dus bijvoorbeeld een dobbelsteen mag je nog een keer gooien. Een ster is extra geld wat je kan krijgen. Dat soort van arcade wat je rechts ziet is een minigame. Simpel gezegd inderdaad. Dus dit is een minigame spot. Dit is een plot. Als jij hier op het eiland terechtkomt, kan jij uit 6 properties kiezen die je er neerzet. Elke krijgt meer geld. Er zijn ook bepaalde, als je er langs loopt, dat je tot dan steeds meer geld erop heen komt. Dus als je hier in een loop terechtkomt, dan heb je feest. Je moet dus zorgen dat je level up gaat door alle suits te pakken en dan naar de bank te gaan. Zorg dat je genoeg properties koopt. Onthoud wel dat als jij nog geen stocks hebt en je koopt properties... En jij moet uiteindelijk geld aan iemand anders gaan betalen, tot je uiteindelijk dus je waarschijnlijk een shop moet gaan verkopen. Maar dat is echt als je nog geen stocks hebt. Dus let early game op dat je genoeg omgeving hebt, of goed genoeg geld hebt overhouden, om ook dingen te kunnen betalen. Verder nog, toevallig in deze map zit deze vacants waar je stocks kan kopen. Omdat de map zo groot is, doen ze dat. Ja. Deze... De kanon waar je naar een andere speler kan gaan. Ja, dat is eigenlijk het. Het maandje is dat je shops dicht gaan. En twee keer geld, zeg maar. Ik heb 2000 twee keer. Ja, je hebt je ready cash. Dat is gewoon het cash wat je op dat moment hebt. De 2000 is uiteindelijk de cash die je uiteindelijk op of af gaat lopen. Waardoor je die moet je naar 20k dus nu gaan krijgen in dit bord. Dat is zeg maar alles qua waarde wat je hebt. Dus ook de waarde in huizen die je hebt en de stocks die je hebt, zeg maar. Oké. Dus de totale waarde van wat je hebt, zeg maar. 3, dat is niet veel. En wat dus ook zo is, je komt nu op lichtblauw terecht. Als je die koopt, dus je stopt hier ja. En je doet weer op ja, dan koop je dat plot. En dan moet je dus eigenlijk zorgen dat je in datzelfde lichtblauwe gedeelte de andere winkels ook koopt. Want dan krijg je uiteindelijk een Monopoly. Ja, net dat is een beetje net hetzelfde als het straatje. Ja. Dead Eye Snapping. Goed zo. Dead Eye Snapping. Godverdomme. Heerlijk. Ja, en dit zijn kanskaarten in principe. 69! Ja. Oh, ziek. Daar heb je dus geen klote aan, want ik heb geen stop. Als je een late game krijgt, ben je wel blij. Die ben je echt heel blij als je late game krijgt. Oeh, dure district. Maar ja, dure district. En merendeel van de tijd wijst dit zich vanzelf. Oké. Okay. Als je vragen hebt, moet je het maar gewoon vragen. Ik wou het zeggen, gewoon alles vragen wat je wil vragen. Als ik bij je gelijk twee vol. Ja. Ga ik gewoon vragen. Ja.
naarmate een game voordat begin je er gewoon makkelijk in te komen, dan begrijp je het begrijpen. Het is echt... Milan had ook het eerste potje dat hij even zag van, wat is dit? What's this? What's this? This twinkling in the... What's this? Kom ik hier uit? Oh, nog, je mag nog. Die is dan krijg je gewoon ook een adventure. Ja, dit leg ik ook gelijk uit. Zorg dat je elkaar nu niet komt, want dat is gewoon saai. Ja, als je de hele rij vol maakt, dus je kiest deze rij en maakt het ook naar boven, krijg je kapot voor geld. Ja, dus, Je wil gewoon rijen maken dus. Ja, rijen. Eigenlijk blok je elkaar niet. Sommige mensen blokken elkaar, maar dat slaat nergens op. Dus zorg niet dat je dezelfde rij als Jordi zit. Normaal werken we van boven naar beneden, maar maak eigenlijk gereed. Als jij van boven beneden naar boven wil gaan, is ook goed. Oké. Dus niet doen we nooit naar links of naar rechts. Dat doen we eigenlijk nooit. Meestal niet. Dat is bij mij nog niet gebeurd. Oké, dus het is echt van boven naar beneden. Ja, dat... het hoeft niet hoor, maar het kan. Officieel is dat toch een klom. Je mag... Ja. En lekker. Zoom over to the bank. Dat is wel echt kut. Gaan we terug naar de bank, Sander. Succes. Jezus. Ik ga gewoon terug naar het begin. Ja. Ja, daar heb je nu geen kloot aan. Als je zelf... Wel stocks kopen, dat kan wel. Ja, waar heb je een winkel al gekocht? Ja. Dus dan druk je op district B, waar jouw winkel zit. Dan druk je dus op 2. En hoe weet ik dat? Jouw kleur is groen, dus je moet kijken waar jouw huisje zit. Ja. En daar kan je dus nu stocks in stoppen. Hoeveel dat ze ook? Ik zet even mijn geluid van mijn telefoon uit, sorry. Stocks kan je best uitleggen. Jordi, leg je stocks even uit. Ja. Je ziet, je betaalt stocks, maar na verloop van tijd zie je die stockprijs van 7 naar 10 gaan, of naar 8 gaan. Zoals nu. Als jij veel in je gebied investeert, worden stocks meer waard. Dus simpele kooplaag voorop hoog. Oké. Dus dat is met je hele principe. Dus als je daar een monopolie kan krijgen en mensen investeren daarin, zijn je aandelen meer waard. En in plaats van... Kijk naar die stockprijs. Die gaat nu bijvoorbeeld van 7 naar 8. Dus dan gaat die automatisch omhoog. Daardoor krijg je, als je er nu 10 in gooit, krijg je 10 bij je... Dat onderste getal, hoe heet dat? Je totale omzet, net worth. Totale omzet, dank je. Dus dat is het. Kijk, iedereen heeft zijn tactiek. Mensen kopen laag in, ik koop altijd hoog in. Maar dat is gewoon... Het is wat je zelf wil. We hebben CPU's gehad die een beetje op de janken zijn. De S staat voor sukkel, hè Milan? Ja, de S staat voor sukkel, ja. Wat dacht je van slime? Ja, maar dat is slime, dat is day difficulty. Nou, ik ga gewoon voor 10. Ja joh, dat is voor nu even goed. Gaat het 10 omhoog, dan krijg je dus 10 erbij. Het begin is toch... totdat er geen winkels meer zijn. Dit is echt een kut begin voor mij. Mag het een keer? Nou, je hebt vaak... Inderdaad! Oh. Dus dat is het voornamelijk. Stoksen de property koper, nog niks is gekocht. Ik vind het toch knap. Maar het is voornamelijk gewoon de winkels kopen. Dat is precies. En het gewoon spelen. Gewoon een beetje ontdekken. En in het begin errors maken is helemaal niet erg. Dat hoort er gewoon bij. That's life, toch? Ja. Jordi, vind je het trouwens niet knap dat we voor het eerst niet na elkaar zijn? Voor de verandering, ja. Normaal zijn jullie altijd na elkaar. Ja. Of hij is eerst en dan ben ik vierde, of hij is eerst en ben ik tweede. Dat trouwens echt een grote niet. Ja, het valt mee als je er gewoon naar kijkt. Oh, dit is best gunstig, Sander. Ja, je kan die twee van elkaar doen. Kopen. Ja, die moet je dus kopen en dan gaat dus die shop ernaast en deze shop gaan allebei omhoog omdat je de twee in één district hebt. Zijn helft gaat als je dus die andere twee, een van die andere twee koopt, gaat het ook weer omhoog. Als je straks een monopoly hebt in dit gebied, dan gaat de prijzen nog meer omhoog. Mm-hmm. En, als je op jezelf komt, kan je ook je shops nog boosten, zeg maar. Dus kan je er geld in stoppen en dan wordt die meer waard. Oké. Nee. En dat beïnvloedt de stockprijs het meest. Ja, en de game überhaupt. Ja. De game maakt dat is echt heftig wat dat betreft. Ja, want er zijn mensen die nooit erin pompen. Maar wij zeggen altijd, van, heb je een Monopoly of bijna Monopoly? YOLO. Dat maakt vaak de games ten eerste naar voren wat korter en ook leuker. Ja. Want als nu ga ik je blokken, natuurlijk. Want ik wil niet dat jij een Monopoly krijgt. Ja. Oh, gaan we zo onderin? Lekker man. Dat vind ik gemeen. Vind ik niet leuk.
Nee, dat is, dat is het kut aan dit spel. Ja. Zorg dus ook altijd als je naar de map kijkt. Als jij... Kijk, nu heb je toevallig nu pas één suit. Dus ik zal nu sowieso omhoog gaan, want de blauwe heb je al. Dus ik zal sowieso omhoog gaan. Mits jij zegt, ik wil omlaag. Dan ga je lekker omlaag. Snap je wat er bedoeld wordt, Sander? Nee. Oh, voordat je stopt. Je moet zeg maar de vier speelkaartfiguren, zeg maar. Dus de schoppen, de harten, de ruiten en de klaver. Die moet je verzamelen. En als je ze allemaal hebt, moet je langs de bank. Dan krijg je een promotie en dan krijg je x aantal bedrag. Ja. Want anders kan je wel nagaan. Dan heb is er geen x meer straks. Ja. Okay. Hoe meer properties je hebt, hoe meer geld je krijgt. Ja, en hoe hoger je level, dus des te vaker je een promotie pakt, des te meer geld je standaard krijgt. En dat is een beetje kort gezegd ding. Nou, ik ga parkeren, jongens, de ballen. Doei! weet je wat ik wel mooi vind? Dat je één property van 9 hebt. Dat vind ik een hele dat mooie property. Dat is je enige property! Oh. Hey, betalen! Betalen! Ja, en nu zie je het ding met aandelen. Omdat ik de aandelen heb, krijg ik ook de geld ervan. Oh. Ja. Interesting. Dus je kan dus ook ervoor kiezen dus om in andere mensen hun gebied te investeren. Dat is het handigste wat je kan doen eigenlijk. Ja. Want daarmee kan je ook de game goed spelen en winnen. Of overleven, zoals ik deed in de eerste pot. Yep. Oké, roll. En eigenlijk, je hoeft niet zo heel veel over na te denken. Pas ook naar de overkant. Jij gaat ook met mij toe, gezellig. Jij moet wel. Ja, ga ik doen. Ik ga gezellig bij Jordi. Ik denk de hele tijd... Luigi zijn ook dikke matties, toch? Ja, dikke matties, ja. Ik denk de hele tijd dat Milan Luigi is. Ja, ik heb zelf ook een beetje het probleem. Oh, 34. Ja, maar ik wist niet dat Milan altijd Luigi was. Ik denk hij is altijd die domme kip. Nou, ik ben één keer eerder die domme kip geweest. Oh, wat gebeurt er nou? Iedereen shop ging dicht. Behalve die van mij, maar ja. Die 9 euro, ja, jammer. Ik denk dat er trouwens wel een paar salarissen doorheen gaan voordat alle plots zijn gekocht. Oh, zeker. Dat denk ik wel, ja. Jezus, man. Maar... En nu zijn mijn dingen dicht, blijkbaar. Ja, ja dus voor één turn. Jezus! Iedereen gaat hier naartoe, geloof ik. Dat is eigenlijk wat je niet wil hebben. Als je hier naartoe gaat, wil je eigenlijk als enige zijn. En niet met z'n drieën. Mooi. Ja, nou, dat gaat niet helemaal op. Ja, nu dus de vraag, wie gaat als eerste die sale pakken? Nou, even kijken welke heb je... Ja, deze maakt niet uit. Nee. Ja, maakt niet uit wat je pakt. Je moet die stoppen. Ja. Je krijgt altijd de vraag of je wil stoppen. Ja. Vaak maakt het geen fout uit, want je hebt toch geen keuze. Maar... Wat we ook nog... Zo, oh, shit, prima. Dat is de beste. Tering, dat is de beste kaart die je kan pakken. Ja? Ja. First. Oké. Okay. Dat, maar late game is dat... Ja, late game is dat gewoon een game-ender. Ja, oh nee, ik moet die andere hebben. Dit is wat dat is. Dus je krijgt van 5 voor iedere stok. Maar als een stok, bij wijze van spreken, 20 waters hebt, 5, je hebt meteen al 100 euro. Ja, precies. Late game is die OP. Dat kan echt games... Zo, prima. Jezus. Wacht, hij krijgt nu... Oh, 50. Je krijgt gewoon 200 gold van de bank. Ja. Nou, we hebben een early leader. Nou, maakt niet uit. Ik heb maar één property, hè, dus daar staat nog niks voor. Milan gaat er alleen. Ja, doe maar. Milan heeft een promotie, ja. Dus. Thank you. Oh, ja. Wat we ook nog moeten uitleggen. Stel jij landt op iemand zoals dit, Milan. Oh, ja, ik snap het wel kan uitleggen. Dat kan als jij landt op iemands property, krijg je soms de prompt of jij zijn property wil overkopen. Doe dat alleen... Aan het einde of het midden van de game, wanneer je wat geld hebt. Ja, dat is. Want ik reken me even zo, Sander. Stel nou, de shop is 180. Nou, 5 keer 180. Nou, dat is ongeveer 60. Het zal ongeveer 900 euro zijn. Dan zou je 900 euro moeten betalen. Nou ja, kijk maar even naar het geld wat momenteel... Appa, thanks voor de 120 gold. Oh, zo. Dus dat kost gewoon heel veel. Kost gewoon heel veel, ja. Je kan het doen, maar soms is onderhandelen beter. Dat laten we zo meteen maar zien als meerdere shops zijn betaald. En late game wordt het wel vaker gedaan. Echt late game. Als jij net een Monopoly nodig hebt om de game te kunnen winnen,
je moet er sowieso stoppen. Ja, of dus stop hier, moet je hij kan ook nog kiezen om naar beneden te gaan. Ja, in dat geval wel, maar je kan kiezen wat je wil. Je hebt toch genoeg geld om alles nog te kunnen kopen. Super wel. Shop for 69, let's go! Precies, daar ging ik voor. Nu heb ik gewonnen, toch? Ja, nu heb je gewonnen, dit was de part, bedankt voor het kijken, tot volgende keer. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn. Ah, kut! Deze leg ik even uit. Deze is kut, ja, deze ken ik ook niet. Tax Office is volgens mij het beste. Ja, ik want elke keer als je dan iemand. Ik zou zeggen, ik leg het uit, je lult eroverheen. Oh, sorry, ga maar. Checkpoint is gewoon, je gaat langs, je betaalt geld, dus het is gewoon een tolweg. Ja. Circus Tent, je landt erop, je betaalt een x-bedrag. Deze kan je ook uitbreiden. Okay. Ballonport is, als ik erop land, kan ik land op iedere square die ik wil, want een andere persoon moet je gewoon betalen. Tax Office, dat is wat Ham zei, dat is de beste, maar momenteel nu nog niet. Right. Late game. If you als own 10... receive it. Oh, dus dan krijg je 5% van je... net worth, ja. Ja, en als iemand anders erop landt, dan krijg jij ook geld. Ja. En volgens mij gaat als iemand anders erop landt, gaat hij omhoog, de tax price. Klopt, ja. Home, laat je daarop, gaat iedereen uit toe. Dus voor een heel groot bord kan je het gebruiken als, speler control. Estate is dat je, als je erop landt, het is een makelaarderij eigenlijk. Oh, dat is nog vrij, die kan ik kopen. En heb je nog een 3-star shop en dan kan je eigenlijk als een tweede soort winkel gebruiken. Voor nu denk ik dat ik een checkpoint van maak. Mm-hmm. Heel slim. Maar de checkpoint deed ook alweer, want... Die verhoogde prijs. Stel, ik loop er langs, dan gaat hij van 10 naar 20. Loop jij er langs, dan gaat hij van 20 naar 30. Het is een beetje zoals de Koopa Bank. Het is een Mario Kart. Ja, eigenlijk wel. Het is een Koopa Bank eigenlijk. 6, dan kan jij net niet weg. Nee, je moet onder. Tenzij wat dokken. Ja, maar ik hoop hem ook denk niet dat hij dat wil. Ja, denk ik, ja. Ik heb lekker huisjes overal. Ik heb tot nu toe wel echt de meeste huisjes al. Klopt, ja. 2, en je kan weg. And you're gone. Doei. Ja, niet heel handig, want je moet alleen het hartje nog, ja. Ja. En het hartje zit volgens mij links. Linksonder. Ja. Ja. Dus daar kan je wel meteen heen zometeen. Ja. Toch niet zo. Ja, want er is niet één richtingsverkeer of zo, toch? Of wel? Jawel. Als je een kans hebt gekozen, is er één richtingsverkeer. Nu ben je hier naartoe gewarpt, dus zometeen mag je links of rechts kiezen. Oké. Is er nog eentje die voor... Is er nog eentje die voor 100 is of zo? Ja, daar, bij de start, 110. 110. 90. Ja. Dit... Want, ja, maakt niet uit. Keus om een random te kopen of zo? Ja, voor 40 keer de prijs. Dus in plaats van 90 betaalde ik er 360 voor. Wat? Nou, dat is nog te betalen. Maar je kan ook wel zien daar nou in de achtergrond. Je hebt ook iets van 4,90. Nou ja, 4,90. In de latere borden wordt het nog meer. Ja. Oké. Okay. Ik ben de enige nog die geen stocks heb. Nee, klopt. Dat is best wel bijzonder van mij. Ja. Zijn echt noob? Nee. Toch een merendeel van de stocks van Sander. Zijn via zo'n kanskaart gekregen, dus pak. Nieland, pak mijn idee af. Kut! Nee, ik wilde daar ook stocks in houden. Het is op zich geen verkeerde, maar ja. Oh, gaat dicht voor de nacht. Prima! Maakt niet uit. Jij staat niet in de gevaar en... denk dat niet in gevaar. Hallo, het gevaar, want er komt wel een gevaar aan. Ja, klopt, ja. Ik moet godverdomme 2 gooien, maar dat ga ik niet gooien. Mark my words. Nee, jij gooit 4. 3. Fuck! Please, laat maar je weggaan. Alsjeblieft. Nee. Jezus! Oh, wauw. 10%. Word je nou genaaid? Ja, 10% ervan red ik. Ja, special genaaid worden. Ja. Nu, omdat je geworpen bent, mag je kiezen. En jij moet naar links. Ja. Oeh, en je kan stocks kopen. Alweer. Ja. Alweer. De reden waarom ik zeg links hoe meer stocks, hoe beter, hè? Daar kan je uiteindelijk de game winnen. En je kan ook, als je een keer niet genoeg geld hebt, kan je stocks gewoon verkopen, zeg maar, om iets... Oh ja, dat hebben we ook nog niet uitgelegd, ja. Nee, klopt. Maar meer dan van deze dingen, het is nu al waarschijnlijk al iets te veel voor Sander. Dus laten we maar mooi wat winkels kopen. Laten we game even doorgaan zoals het nu is. Ik weet dus niet wat nu slim is om te doen. Dus ik doe gewoon wat. Ik zou je eigen district kopen. Want alles wat grijs is,
nu nog, dat is nog geen niet gekocht. Zoals B, dat is op zich dus geen verkeren. Je zou het beste kan je deze investeren, omdat daar de meeste shops al gekocht zijn. Alleen als je nu 99 investeert, dan gaat de prijs alleen niet omhoog. Nee. Daar moet je dus ook naar kijken. Je moet kijken of dus de stokprijs increased. Ja, en vaak is dat toch wel met een Als ik een tip mag geven, deze zou je kunnen doen. Hm. Maar bijvoorbeeld die plek waar Milan heeft geïnvesteerd in het midden, daar zijn nu ook al 3 shops gekocht. Daar zou je ook nog in kunnen investeren. Er is maar 1 shop hè, bij mij in het midden. Nou, eigenlijk ik bedoel het midden. Deze. Oh, ja. Ja, er zijn 3 shops gekocht. Als je dan op 2 drukt om te kijken of met cash de stokprijs omhoog gaat, dan kan je er nog geld op verdienen ook. Ah, oké. Kijk maar eens, als je erop klikt. Ja, stokprijs. Ik zou niet alles erin douwen, maar inderdaad gewoon de sweet spot zoeken. Waardoor die prijs van 13 naar 14 gaat. Vaak is dat 10 dus. Je zou er 10 in kunnen stoppen. Ja. Ik zal het inderdaad gewoon even 7 in het begin spelen. Ja. Kijk, wij spelen al... En lange, dus... En je kan maar 1 keer stocks betalen per keer. Jij komt alleen maar op de suits, dat is echt niet te geloven. Ja. Hij heeft 2 winkels, hè? Yay! Nou, je krijgt wel veel geld van mij volgende turn. 30% erbij. Oh, goud. Dus dat is het. Je kan op suits gaan landen en dat is heel goed voor kanskaarten. Maar als je geen properties heb je dan ook op bord? Heb je er geen kut aan. 74. Oh. Ja, wat een onzin. Oh, wat kut. Welke gooi je in de verkoop? Je hebt er niet zo gek veel. Het is aardig verdeeld momenteel. Ik zal de goedkoopste van je doen, man. Yeah. Ja, die 26 zou ik doen. Yeah. Ja, want die 26 geeft ook aan welke het goedkoopste is, neem ik aan. Ja, precies. Nou, dan moeten wij dus gaan bieden. Wij kunnen gaan bieden, maar je moet kijken of het handig is om hem te pakken. Als je wil bieden, druk je op 2. Wil je niks, dan draai je gewoon de A-knop of de 2-knop niet, druk je niet. Oké. Niemand geeft een fuck op deze. Ja, vind je het gek? Waarom geef je er een fuck om? Ja, dit heeft momenteel toch geen zin. Maar is het wel... game kan hier nog wel eens leuk zijn trouwens, beleef ik me nu. Nou, je moet hem kopen. Weet je, ik heb me daar meteen dingen in geïnvesteerd, omdat iedereen moet altijd een keer langs de bank, klopt, zeg maar. Dus op zich is dat geen verkeerde om hem daar neer te zetten. Nee, natuurlijk niet. Helemaal is goed, juist. Jezus, dat heb ik veel plots. Ja. Rol even hoog. Hé, hey, dat werkt. Zet het zo hoog. En nu dus is het beste om zo meteen naar rechts te gaan. Ja, naar de bank. Omdat je klaar bent. Dan betaal je Jordi wel 13, maar that's it. Ja, stoppen. Sure. Maar jij doet dat niet, dan moet je even de hele ronde afmaken. En dan hoop ik... Ik ook plus 2. Oh, omdat ik stok zet. Je stok zet daar. Dan krijg je, dus je betaalt eigenlijk maar 11. En hier druk je dus op nee, want jij hebt hier geen winkel. Dus waarom zou je hier godsnaam dat pot kopen? Ja, want dan moet je dus voor heel duur overkopen, wat je nu wil. Valt me echt trouwens op dat als laatste zijn, duurt echt lang. Ja, op een of andere manier. Dat voelt omdat er geen computer meedoet, hè? Dat komt omdat Sander niet meedoet, zoals Milan zei. Ja, op die manier. Oh god. Volgens mij wordt boven een hell territory. Ja. Appa, 80. Milan, oh, net niet. 50? Wow, nee. Net niet steeds. Oh. Laat me alsjeblieft gaan. Net niet. Ja, ik kan het doen, maar waarom zou ik? Het geen ik heb bijna geen cash. Het... Ja. Je moet van dit eiland af. Ja, ik moet gewoon weg. Als je erop stond, dan... Dan kan ik dus mijn winkelprijs verhogen. Ja. Ah, nice. Kanskaart. Ja, kanskaart. Oh, nou. Waarop naar het midden van het eiland heen. Zo. Oh, dat is dus een goeie. Mag prima. Ieder plot die er is, mag ik kopen. Ik zou zeggen, genoeg geld zou heb, ik dus helemaal ja, liever rechts ik zou die rechts kopen, inderdaad. Dus diegene waar ik dus, die ik eigenlijk geblokt die 190, heb. Die 190. Die 190 zou ik kopen. Ja. Ja. Zodat ik zoveel mogelijk in deze heb. Ja. Ja. En nu moet je dus met mij gaan onderhandelen. Kijk hoe dik ze omhoog gaan. Hoppa. Nou, die zou ook wel naar 60 gaan. 75 zelfs. Sick, man.
Begin je het te begrijpen of is het nog steeds een beetje een weerwaar van... Ik denk dat ik het een beetje begin te begrijpen. Bedankt, vertraald, ik heb het nodig. Ja, ach. Nee, we zitten allebei op gevangen hier. Echt, de worden het zal niks verbazen als het een potje wordt waar Jordi en ik alleen maar gaan zitten kutten hier op het eiland. Nou, en wat ga je echt doen? Voor ons. Dat was de vorige keer ook zo, dus toen zat ik ook alleen maar op dit eiland te hangen. I'm gone! Je mag eruit. Eindelijk! Maar wat kun je ook alweer als je op je eigen shop landt? Dan kan je dus de prijs van je eigen winkel verhogen. Als je wilt. Het hoeft niet, maar het kan. Oké. Okay. Dat komt straks wel aan bod. Dan ga je het meemaken en dan zie je wat we bedoelen. Ja. Roll, Sandring. Zander? Sorry, ik werd eventjes gestoord. Nee, niet wel. Ik moet wel. Nou, doei. Toen gingen alle winkels dicht. Nou. Hapteker. Oké, nu laat ik even ook iets anders zien wat ook speciaal is voor Milan. Wat je ook kan doen, manage shops. Je kan op ieder moment die fake een plot aanpassen. Ja. Oh. Kost je alleen wel weer opnieuw die prijs, toch? Nee, selling the current shop, renovatie is 150 gold. Ah, prima. Dus je betaalt 150. Of betaal je 50? Je betaalt 150. Ja, oké. Okay. Jij denkt, ik wil hem maar die hebben dat ik in ieder geval kan verdwijnen hier, of... Zo, dat kwam er trouwens haast uit, sorry. Ja, nogal, ja. Jezus, man. Nee, het is een makelaarij. In hetzelfde geld zit ik hier de komende paar rondes, dus dan kan ik via die gewoon even de betalingen doen. Ja, op die manier. Ah. Maar ik kan wel een checkpoint ervan maken, maar ja, dat weet je ook wel eens goed. Dat kan goed uitkomen, dat kan slecht uitkomen. Ik zie nu pas dat Milan Tering van stocks heb. Ja, hij heeft aardig wat stocks, ja. Ja, wat denk je zelf? Ja, Milan gaat lekker. Ik kom ook gewoon 3 gold tekort. Oh. 1-1-1-1-1-1-1. Hey, dat werkte. Yo. Leggy. Promotion. Heel ziek. En nu moet je dus weer opnieuw het rondje gaan maken. Om uiteindelijk weer promotion te krijgen. Met promotion krijg je gewoon meer geld. En nu stok kopen. Nu kan dat is het enige wat je echt moet doen. Ja. Okay. Dus waar heb je stok zit? Ja, overal natuurlijk, omdat je die kaart aan het begin trok. Maar bijvoorbeeld, wat ik zeg, niet naar het grijze gebieden kijken, gewoon naar dat soort gebieden kijken. Als ik hier nog... Ja, dat gaat niet lukken. Okay. Even kijken. Je hoeft niet is altijd te kijken als de stokprijs omhoog gaat, hoor. Mm-hmm. Hoeft niet altijd, nee. Maar... Nou, wat wil je vragen, Sander? Is het nou ook slim om juist shit te kopen waar ik zelf niet zit, zodat... Ja. Ja, dat is heel slim zelfs. Want bijvoorbeeld waar je nu op focust, ja, dat heeft Milan al 2. Dus met een beetje geluk heeft Milan zo meteen de Monopoly. Ja, dan ga ik investeren en lift jij mee op Milan's succes. Zo, en dat kan heel hard op gaan lopen. Ja. Je hoeft niet altijd voor de sweet spot te gaan. Maar nee, je kan ook gewoon een keer... Ik heb ook 2 keer 50 stocks gekocht, zeg maar. 2 keer 50 of... Hoe meer stocks je koopt, hoe late game het beter voor jezelf en makkelijker het voor jezelf wordt. Want je kan die stocks gewoon weer verkopen straks, zeg maar. Voor, als je stel je komt in de min terecht, dan moet je stocks gaan verkopen. En hoe meer stocks je hebt, hoe minder je stokprijs ook weer naar beneden gaat straks. Mm-hmm. Het is nu nog een beetje ingewikkeld, maar dat komt later in late game komt dat terug. Voor nu, de beste tip die we kunnen geven, land je op een plot die niet te duur is, kopen. Ja. Dat is de je hebt genoeg stocks. Dat is de simpelste tip voor nu. Hier, hoppa, gaan we 5-5 voorbij. Je staat gewoon eerste, lekker man. Yeah, baby. Jordi's ook gone! Oh, Jordi is ook since you've been gone. Van dat liedje. Dat is onderin, hè? Ja. Ja. Zo, de geluid is lekker aan het glitchen, de tering. Als je links eruit gaat, dan kom je boven dus. Ja. Je kan het ook zien aan de kleur van de portalen. Godverdomme, kan ik nu wel een shop kopen? Op de map. Ja. Ik zie het. Ik denk al, wat ben jij van plan? Dat zou ik heel raar hebben. Je moest even denken van, wat is dit ook alweer? Stocks! Hij heeft eindelijk stocks. Doobie love in the stocks. Bam. Badam bam. Badam bam. Maar zijn er
Is er een reden waarom hij tot, of waarom Harm tot 37? Omdat hij niet meer geld heeft. Omdat ik niet meer geld heb. Het gaat om die ready cash. Oh, ja, tuurlijk. Maar ik hoef je niet te vertellen dat als je 100 stocks hebt van die 8 euro waard zijn en je hebt maar 70 euro, dan kan je geen 100 stocks kopen. Van 8 euro. Ja, op zich logisch. En wat ook handig is om nog te vertellen, zoals je net zag, ik weet niet of je het zag, maar als die stokprijs omhoog gaat, dan krijgt de rest die er ook stocks in hebt, krijgt dezelfde profijt erbij qua geld, zodat, zodat die ook omhoog gaan. Dus uiteindelijk, je kan elkaar er ook mee naaien straks. Jordi heeft door al je stoks eruit te halen. Jordi is daar heel goed in door al stoks eruit te trekken. Ja, hey, dan ben je dus de lul. Ik ben heel goed in marktmanipulatie. Oh my god, waar gaan de stoks omhoog? Oh, bij mij. Useless. Je hebt niemand stoks volgens mij. Jawel, sowieso heeft Sander de stok. Ik heb ook wel stok. Sander heeft er 5 stoks. Oh ja, morgen. Nou, voorlopig heb je geen geldproblemen. Nee. Jordi en ik daarentegen. Dat wil ik ook niet. Ja, maar we hebben ook nog geen promotie gehad, hè. Milan, jij bent heel slim met fake it plots. Tering. En als ik heb momenteel ook gewoon geen enkele shop waar ik wat aan heb momenteel, dus... Pak! Oeh, betalen! Dokker. Dat is jammer. Kijk, hoeveel jij nu krijgt, man. Ik krijg nu ziek veel. Ik ben een rijke boy. Mm-hmm. Rijke tata. 1. 3. Dan land je op jezelf. Nu zou je dus zelf zijn shops op kunnen bouwen. Dus je drukt op ja? Stel! Zou je drukt niet op ja. Druk eens op jou voor het vind of het? Wacht, say that again? Sorry. Ik op yes moet drukken. Oh. Stel, je pakt nu die 37. Dus ga iets de rest, druk op 2. Ja. Je kan nu 360 gold van je ready cash erin gooien. Zoals je ziet heb je shop value. Die gaat van 120 naar 480. Je shop price is eigenlijk het belangrijkste. Als je dit erin zou gooien, gaat hij van 37 naar 262. Als iemand erop landt, moet hij dus 262 euro aan je dokken in plaats van 37. Je stokprijs van dat gebied, als je de stok snapt, gaat ook omhoog. Dus dat gaat het ook omhoog. Oh. Hoe meer je het omhoog gooit, hoe meer de stokprijs ook omhoog gaat. Omdat het natuurlijk duurder is. Je kan er niet meer in douwen dan een bepaald bedrag. De max capital is 360. Hoe meer stoks er uiteindelijk ingaan, hoe hoger je het gebied kan gooien. Door shops uiteindelijk 5142 bij wijze van spreken kunnen worden. Ja. Oké, okay, maar is het slim? Nee. Early game? Nee. Je kan ook gewoon met een klein beetje beginnen. Kijk vooral naar je shop price. Stel je zal er nu 150 ingooien, noem maar wat. Dan gaat hij naar 131 in plaats van 37. Ja. En dan gaat je stokprijs alsnog omhoog. En het kost je maar 151, dan ben je 521. Dus ik zou bij wijze van spreken 150 doen. Okay, maar dat doe je zelf. Nieuw bestaat niet, Sander. Dus geen 151. Nou. Ja, ik ben geen Gen 1er, dus ik doe geen 151. Hier, dan gaat hij ook met 30 omhoog. Dan sta je gelopen goed. Sick. Als iemand dus op dat vakje landt, 131 moet je betalen. Lekker. That I like. Oeh, Jordi. Ja. Oeh, tering. Ja, ik heb het was ook bijna al meteen feest. Mm-hmm. Dat is het lekkerste. Ik denk al, wat? Mijn hart ging even weer. Arm bijna hartaanval. Ja, heel lekker, man. Maar dat doe ik ook wel aardig vaak. Oh, dat was niet de bedoeling. Nee. You do not want to spruce things up. Ik heb niet zoveel. Dat is van die Minecraft. Ik loop gewoon bijna 2 levels voor. Ja, ach. Kom wel goed. Dat zegt uiteindelijk nu geen reet. Zeker niet deze. Ah, dat is mooi. 20%. Ja, dat is gewoon 20%. Dus dan moet je kijken van waar heeft hij de meeste shops. Nou, hij heeft hetzelfde probleem als mij. We hebben overal maar ergens één shop in zitten. Nee, in de midden niet. Nou ja, overal. Dus de shops die wij hebben wij maar 1 of 2. En de enige uitzondering is 10. Ja. Ja, ik hoop dat iemand nu in het midden...